iedereen en welkom bij Fem. In de video van vandaag laat ik jullie zien hoe je deze cinnamon rolls kunt maken voor Valentijnsdag. Het is super makkelijk en snel om klaar te maken omdat ik hiervoor croissantdeeg heb gebruikt. En ik ga je nu stap voor stap laten zien hoe je dit kunt doen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Je hebt hiervoor nodig roomboter, gebaksglazuur, croissantdeeg, decoratie dus strooisel, roze glazuur, kaneel en basterdsuiker. Ook heb je nog een cupcake vorm nodig en ik heb deze gebruikt, maar je kunt ook eventueel een hartjesvormige gebruiken. Want dat is wel leuker voor Valentijnsdag, maar die had ik helaas niet kunnen vinden. Dus ik heb gewoon mijn standaard cupcake houder gebruikt. Nou, je begint allereerst met het uitrollen van het croissantdeeg. En ik heb ervoor gekozen om eerst een laag neer te leggen en dan nog een andere laag eroverheen te doen. En dat laat ik straks ook zien. Maar wat je dan doet is eerst de eerste laag uitrollen en daarna doe je er een klein beetje kaneel overheen naar smaak. En vervolgens strooi je er nog wat basterdsuiker overheen. En als je dat hebt gedaan, dan leg je de tweede laag eroverheen. En dat ga ik zo laten zien. Nu is het tijd om de tweede laag deeg eroverheen te leggen en daarna strooi ik er nog een klein beetje kaneel en suiker overheen. Nu is het tijd om het deeg op te rollen en daarna snijd ik het in kleine stukjes en leg ik de stukjes in de cupcake vorm. Wanneer de cinnamon rolls uit de oven zijn gekomen, kun je ze het beste nog even laten afkoelen en daarna kunnen we beginnen met het versieren ervan. Ik heb de cinnamon rolls roze gemaakt met de decoratie van de Action en ik vond het zelf leuk om zeg maar licht roze cinnamon rolls te hebben, dus ik heb ook nog wit glazuur ermee gemengd en dat vond ik zelf persoonlijk mooier, maar dat zul je straks ook zien dat het dan een beetje licht roze wat zachter is allemaal, want er komt ook nog strooisel overheen en het strooisel heb ik zelf gewoon een beetje met hartjes en met spikkeltjes gedaan zodat het er gewoon heel erg ja, schattig en Valentijnsachtig uitziet. Glitter glow kunt maken. Echt super makkelijk om te maken. En natuurlijk een heel leuk cadeautje voor Valentijn.